zijn hier bij een steengroeve, kleine. Je ziet dat het hele gezin aanwezig is en ook het meisje van, wat zal het zijn, een jaar of 6, 7, is ook aan het timmeren. Met een klein hamertje, dat zal niet zo heel veel opleveren. Maar de zus is aan het timmeren, de moeder, de vader. En dat betekent dat deze kinderen dus overdag niet naar school gaan. Ze zijn hier vanaf een uur of 11 tot een uur of 7, 8, wanneer het donker begint te worden. En India heeft het meeste aantal kinderarbeiders. En het varieert van landbouwarbeid tot aan de steengroevers. Tussen de 15 en de 30 miljoen kinderen werken hier, waarvan een gedeelte doordat ze ontvoerd zijn. En dan gaan ze meestal naar de grote steden om te werken in de restaurants, de schoonmaak, huishoudelijk werk. En in de grote steden werken ze ook vaak met hun gezinnen mee, langs de kant van de weg, als de vader de weg repareert. Hier werken ze ook met de ouders mee op het platteland. We zitten hier 2000 kilometer van Delhi vandaan. Net filmden we ook een gezin. En die renden toen snel weg, omdat ze bang waren dat ze op film werden genomen en dat uiteindelijk via de politie bij hun landeigenaar terecht zou komen, of hun baas. Ze waren erg bang om dan hun baan te verliezen. Maar het is hier zo'n 35 graden overdag. En de kinderen die slapen een beetje in de bosjes. Je ziet dat het kind huilt, want hij wil graag ook de hamer vasthouden om mee te timmeren.